Dit is Café Dit Is It in Valkenswaard. In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 maart om ongeveer 00:30 wordt 112 gebeld. Er is brand in het café. Iemand die boven het café woont moest vluchten vanaf de eerste verdieping. Een moeder en haar kind werden door de brandweer uit het pand gered en ook omwonenden moesten behandeld worden door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Al met al een levensgevaarlijke situatie. De volgende ochtend worden de gevolgen van de brand pas goed duidelijk. Doordat de brandweer snel het vuur heeft weten te blussen, is een nog grotere brand en daarmee mogelijk nog erger voorkomen. Dat de brand is aangestoken is zeker. Uiteraard nemen we deze zaak heel hoog op. Niet in de laatste plaats, omdat, het is al eerder gezegd, het heel anders had kunnen aflopen. En wat dan de gevolgen zouden zijn geweest, daar wil je niet aan denken. Twee jonge mannen van rond de 20 zijn gezien toen de eerste vlammen al zichtbaar waren. De een rende weg en de ander gooide nog iets brandends naar binnen. Ze droegen allebei donkere kleding en een van hen een baseballcap. En vanaf het café renden ze de Molenstraat in om hier de parkeerplaats van het Kloosterplein op te rennen in de richting van de Maastrichterweg. De vraag is natuurlijk, wie zijn deze twee mannen? Zijn ze hier verder gerend, in een auto gestapt of op een andere manier gevlucht? De politie denkt dat dit de daders zijn geweest. Als u ook maar een vermoeden heeft, laat het dan weten. Na de brand hebben we een jerrycan gevonden. Het is een model dat veelvuldig voorkomt en op heel veel plaatsen te koop is. Het is een zwarte met een gele dop. En opvallend is dat we in onze vorige uitzending ook zo'n soort jerrycan hebben laten zien, maar die was gebruikt bij een poging tot brandstichting in een zonnestudio in Os in maart, april dit jaar. Nou, of die zaken nou iets met elkaar te maken hebben, weten we niet. Maar uitsluiten kun je niets. We hebben in Bureau Brabant al eerder aandacht gehad voor Café Dit Is It in verband met een schietpartij in 2012. Of het een met het ander in verband staat, daar kan nu nog weinig over worden gezegd. Wel dat alle mogelijke scenario's worden bekeken. Hoe dan ook, de brandstichters moeten worden gevonden. En u kunt daarbij helpen. Geef uw tips door via 0800 60 70. Anoniem blijven mag ook. Bel dan 0800 7000. Praten met iemand van het team Nationale Criminele Inlichtingen kan via 079 345 8999.